De ID-kaartenwet is gisteravond met 28 stemmen voor en 0 tegen aangenomen. De oppositie verliet na de stemmotivatie de zaal, omdat naar zeggen van de leden ze niet mee kunnen gaan met de zaken die naar voren zijn gebracht omtrent deze wet. We brengen u enkele stemmotivaties. Vanaf maandag wordt aangegeven dat het gaat om een openbare aanbesteding. Vandaag is het mij gebleken, voorzitter, dat het niet gaat om een openbare aanbesteding, dat mensen uitgenodigd zijn, voorzitter, om offertes te brengen en dat mensen een presentatie hebben gehouden. Voorzitter, ik heb geen enkele garantie kunnen afleiden, het heet geen mij is gegeven aan informatie, voorzitter, dat het gaat om een eerlijke zaak. Goed. Want wie uitnodigt, wat is uw stem, Letjogi? Wie uitnodigt, voorzitter, weet waarom hij uitnodigt en wat het oogmerk is, voorzitter. En hierin zie ik een stukje misleiding. Voorzitter, vanaf maandag wordt gezegd, openbare aanbesteding, ja. Een stukje willekeur, voorzitter. En een stukje bevoordeling. En, voorzitter, wij kunnen onmogelijk voor die bevoordeling zijn, voorzitter. En we kunnen onmogelijk voor die willekeur zijn. Wij van de NPS-fractie zullen ons ook onthouden. En ik ga ook aangeven waarom. Ten eerste, wij zien dat duidelijk 9,7 miljoen US dollar heel anders besteed kan worden. Er zijn grotere problemen waarmee het land zit, zoals het vraagstuk, zoals ik heb aangegeven, kinderthuizen. We zitten met de gezondheidszorg, we zitten met onderwijs, we zitten met het armoedevraagstuk. Tot vandaag aan de dag gaan wij richting 2019 en we hebben het armoedegrensrapport nog steeds niet ontvangen. Er zijn belangrijke zaken voor het volk die gerealiseerd konden worden met 9,7 miljoen US dollar. Hey. Ik ga voorstemmen, voorzitter, omdat ik ga u zelf, voorzitter, ik ben overtuigd. U hebt mij in mijn spreekbeurt gehoord en ik zei, de regering verdient geen schoonheidsprijs in de procedure. Maar ik heb me daarin naar het comité-generaal, voorzitter, vergist, omdat de procedure vanaf 2016 duidelijk is uitgezet. Lid Bova. Ja, voorzitter, ik vraag u een minuut, net u de andere minuut. Ik praat niet over de tijd, ik praat met u over wat u zegt. Ja. Let erop. Ja, ik let op wat ik zeg. Tuurlijk, ik ga niet inhouden, ik let op wat ik zeg. We hebben gesproken over de procedure en ik zie, voorzitter, dat de procedure acht is genomen. Over de informatie, daar hebben we een punt. Maar ik zeg, oké, de non-disclosure is daar, maar we hebben hier de informatie gehad, voorzitter. Dus we stemmen voor om de regering alle informatie welke het parlement heeft gevraagd van de one-pager tot nu de onderbouwing van alle nog offertes aan ons heeft gepresenteerd. Het wetsontwerp is hierna in stemming gebracht en is met 28 stemmen voor en 0 tegen aangenomen. Voorzitter Jennifer Simons feliciteerde Suriname met deze bijzondere stap. Hiernaast had ze ook de nodige waarschuwingen. De voorzorgen. Maar regering, we verwachten toch wel in 2019 een speciale privacywet. We hebben de privacyregels alvast hierin opgenomen, enkele. Maar er is natuurlijk een privacywet nodig. Maar het is wel een heel belangrijke stap na zoveel jaren dat we dus de moderne ID-kaart zullen hebben. Ik hoop dat de projecten goed uitgerold worden, dat het beloofde ook werkelijk gerealiseerd wordt binnen de komende jaren, dat de kaart zal zorgen voor veel meer gemak van de burgers, dat de kaart zal zorgen ervoor dat de overheid en de burgers geld besparen en dat in combinatie met andere zaken die we bezig zijn te doen in het land met betrekking tot ICT, dat inderdaad deze kaart voor Suriname een duidelijke vooruitgang zal zijn. Ik vind het jammer dat desondanks zo'n belangrijke nationale zaak dat er geen ondersteuning aan gegeven is. Maar we danken de coalitie nogmaals. Voorzitter, laat me afsluiten dat ik vooral betreur dat de Doe-fractie en de Palu-fractie weg zijn gelopen. Voorzitter, ik noem de Doe-fractie omdat we over het algemeen toch wel, voorzitter, zien hoe zij zaken benaderen. Maar bij deze op een dwaalspoor zijn gezet en op dwaalspoor zijn gebleven, ondanks wat we hebben geprobeerd om ze terug te brengen, voorzitter. Ik betreur het, omdat deze wet, en ik weet dat de oppositie ook overtuigd is, want ze hebben het gezegd, het leven makkelijker zal maken voor ons allemaal, voorzitter. U weet, voorzitter, dat zoals u gevraagd heeft, we zeker
eraan zullen werken om het komend jaar te komen met een privacywet, zodat ook de, laat maar zeggen, de privacy van de Surinamer ook beschermd wordt. Want we leven nu in een ICT-wereld en we weten dat in de moderne wereld ook je de veiligheidskleppen moet inbouwen. Ik feliciteer dus ieder die heeft bijgedragen, de deskundigen, de lange uren. We weten dat dit punt bereikt is na woeste arbeid. Vele zaken zijn doorgenomen en de regering heeft niets aan het toeval overgelaten om het beste eruit te halen. Tot zover minister Edgar Diekan, coördinator van de regering, gisteravond na de aanname van de ID-kaartenwet. Deze wet heeft het doel een betere identiteitsbeveiliging voor de burger mogelijk te maken, middels de voorziening van biometrische en elektronische eigenschappen.